Dames en heren, welkom bij deze nieuwe video vanuit de keuken van ons koffie en ons theeisje. En hier Jenno achter de afwasbak. Ja, hallo. Een hele goede middag, moet ik zeggen. Eigenlijk namiddag is juist, dus onze namiddag drukt juist hier nog eens gepasseerd. Jenno is nog volop bezig nog om af te wassen. Ja. Met veel afwassen, jongen, amai. Als er veel volk komt, ja, veel volk is veel afwassen. Dat is ook wel weer goed. Dus, ik moet zeggen, ik ben een heel erg gelukkig mens. Want ik heb vorige week nieuwe kaarsenhoudertjes besteld. En nieuwe kaarsen trouwens ook. Zo van die elektrische kaarsjes. En kijk, ze zijn zo net geleverd. Ik vind ze super schattig, heel mooi. En dat zit zo echt ook zo in een totaal plaatje ziet, past het gewoon perfect. Ik ben zo blij. Kijk zo, mooi hè. Dan zo droogbloemetjes. En nu gaat er dus binnenkort op elke tafel zo nog een kaarsje komen staan. Nu staan er maar een paar. Maar dat is eigenlijk vooral, want dus eigenlijk onze nieuwe lampjes nog altijd aan het opladen zijn. En als die dan zijn eigenlijk weer opgeladen, dan kunnen we op elke tafel zo een mooi potje zetten. Blij mee. Hey. Ja, het ziet er gezellig uit. Gezellig, hè? Het is vandaag niet meer super druk geworden als koffiehuisjes. Dus ik heb ook al de lasagne voor vanavond kunnen voorbereiden. Dat is ook wel weer al fijn. En in de tussentijd heb ik ook onze gordijntjes naar beneden gedaan. Zodat jullie al onze nieuwe kaartjes een keertje kunnen bewonderen. Kijk eens hier. Wauw. Het ziet er echt zoveel gezelliger uit, vind ik zelf. Als je dat zo bekijkt tegenover vroeger, zonder onze bloempotjes of zonder onze kaarsjes. Ik ben er echt kei blij mee. Veel gezelliger zo. Het is ook alweer het moment aangebroken dat we hier de kaarsjes er weer moeten uithalen. Ai, 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 mijn vingers. Het is wel niet zo gemakkelijk als dat, als dat er eigenlijk uit. Het zijn vrij hoge potjes en mijn hand past er net niet in. En zo, ze gaan weer allemaal op de lader. Het zijn zo trouwens zo een kaarsjes. Wacht, ik zal het lampje uit doen. Zie, zo zien die eruit. En dan kunnen die weer op de lader. De zaak is helemaal afgesloten. Het is donker geworden. We hebben wat gegeten. We hebben Jules in zijn bed gestoken. Wij moeten ook nog in ons bed. Jean heeft toen nog melk afgekolft. Dat doet ze nog altijd. Ze begint het steeds minder. Ik mag er eigenlijk niet te veel over zeggen. Maar ze begint steeds minder melk te produceren. Ze voelt gewoon dat zo steeds meer dat het verhaal op zijn einde komt. Maar goed, ze doet het zolang dat zij het wil. Natuurlijk, ik steun haar volledig in. Ik vind dat ze dat zeer goed gedaan heeft al de afgelopen tijden. Dus ik ben daar heel erg trots op dat ze dat allemaal heeft kunnen doen. Ze heeft ook een melkjuweel besteld een tijdje terug. En dat zal binnenkort ook wel eens gaan aankomen. En dat aankomt, dat laten we dat ook nog eens zien in de vlog. Volgens mij heeft ze ook wel mijn reden gedaan dat ze dan nog een tastbare herinnering heeft aan die mooie momenten die ze zo heeft gehad. Maar het was een leuke dag vandaag. Het was werken, maar toch een hele fijne dag. Het was druk, maar ook wel weer rustigere momenten bij ze. Dus morgen nog eens zo'n dag. Hè. Morgen zijn we opnieuw open met ons koffiehuis. Ja, niet echt morgen. Ik weet niet op welke dag dat dit eigenlijk online komt. Maar check altijd eens even onze Facebookpagina of op Google of zo. Of dat we zeker ook wel zeker. Of dat we ook wel open zijn. Maar als we niet op vakantie zijn, dan zijn we van vrijdag tot zondag open. In het hartje van de camper in Lille. Hier is nog veel te beleven. En vooral ook als je geocache leuk vindt, want hier liggen redelijk wat tochtjes zo in de ronde. En mocht je nog niet weten wat dat precies is, of je moet nog een beetje op weg geholpen worden, dan mag je ook altijd binnenspringen en dan geven we jou met veel plezier wat een woordje uitleg erover. En dan kan ik nu nog maar één ding zeggen, en dat is heel graag tot morgen voor weer een nieuwe video.